Bij mij staat vlogger Ismael. We staan hier in de kunstlinie Almere Flevoland in Kaf. Ismael, waarom ben je hier? Ik ben hier omdat ik een rondleiding ga geven aan de mensen die zijn gekomen vandaag. En zoals je ziet sta ik er zelf ook in. En dat is de reden dat ik vandaag ben uitgenodigd. En dat is echt heel leuk. Je hebt net al een rondleiding gegeven. Straks ga je het nog een keer doen. Hoe ging die eerste rondleiding? Ik ga nog geen tweede doen. Ik heb mijn eerste wel gedaan. Het is een nieuwe ervaring. Kijk, ik had wel in mijn gedachten van ik moet informatief zijn. Ik moet het zo goed mogelijk doen en presteren. Omdat ik toch wel een goed indruk wil achterlaten. Maar ik heb uiteindelijk toch wel gekozen om het gewoon op mijn eigen manier te doen. Een beetje grapjes, een beetje easy van de vlogs van Fomar. Ja. Het is niet, weet je, je moet niet als een heel andere persoon komen. Want daarvoor komen zij niet. Zij komen om mij te zien. Dus ik heb gewoon besloten om een leuke rondleiding te geven op mijn manier. En het is echt heel leuk gaan. De mensen zijn tevreden en ik ben tevreden. Wat vond jij zelf het mooiste kunstwerk? Die van Alex. Wat deed Alex? Alex die maakt, dat is een jongen van 12 en... Sorry, dit is een jongen van 32. Alex is een jongen van 32 en hij heeft een gedachtegang van een 12-jarige. En hij maakt hele aparte tekeningen. En die tekeningen zijn vrouwen die naakt zijn. Dus borsten, vagina's, maar op een hele vage en grappige manier. En ik vond hem wel de unieke persoon die ertussen zat. We kennen jou natuurlijk van tv op een hele andere manier. Nu sta je in een museum. Twee totaal verschillende werelden. Hoe is dat om hier te zijn met keurig nette mensen die naar kunst komen kijken en dan ineens is vlogger Ismael daar? Zoals u zegt, ze kennen me zo van tv. Weet je. Ik heb ook natuurlijk een andere kant en dat is de mensen die mij persoonlijk kennen. Dus voor hun is het geen shock, maar... Ik snap dat u zo reageert, maar voor mij is het gewoon een hele normaal iets. Weet je. Ik ben ook naar school gegaan, ik heb ook bij de Pathé gewerkt als servicemedewerker. Ik maak al sinds 2011 normale video's. Dit jaar is het misgegaan. Ik ben sinds 2011, zoals ik al zei, een content creator. Ik heb het 3 jaar lang gedaan, gestopt. Door slechte reacties op school, mensen die gingen uitlachen, ben ik gestopt. Heb ik het in 2016 weer opgepakt. Niet op de beste manier op het nieuws gekomen. Maar ja, het is maar hoe, weet je, de mensen die zo steeds naar het verleden kijken, kijken met hun rug naar de toekomst. En ik kijk naar de toekomst, ik kijk niet meer naar het verleden. Weet je. Ik heb iets gedaan wat niet goed is. Ik heb dat gerealiseerd, weet je. Ik heb sorry gezegd en that's it, weet je. Ik ga nu gewoon verder met een mooie toekomst en een mooie carrière hopelijk. In Almere is er nogal wat gedoe geweest over jouw komst. De PVV die heeft vragen aan het college gesteld. Zijn ook voor de camera van Almere deze week verschenen. En hebben op niet misverstaande wijze over jou gesproken. Heb je het gezien? Ik heb het wel zien voorbij komen, maar ik heb er niet op geklikt. Omdat ik weet, ja, die gasten gaan toch niet iets goeds lullen. Dus ik weet al wat hun reactie is, dus ik hoef het niet echt te zien. Maar... Van mij mag je gerust zeggen wat je wilt. Ik heb hier bewezen dat ik een leuke rondleiding kan geven en daar ben ik trots op.